Dag, dag. Ik ben alvast live. Het is nog niet precies 8 uur, maar dan kan ik direct even zien of alles goed werkt. Welkom. Dit is de eerste tutorial van de Be Creative Roadmap. De inleiding duurt altijd wat langer, want dan wachten we even op degene die mee gaat doen aan de live tutorial of die even gaat terugkijken. Dus het eerste deel is altijd even iedereen welkom heten. Hallo, hallo. Kan ik ook even zien of de chat werkt en of ik hem zelf zie op mijn iPad. Leuk, ik zie jouw gezichtjes verschijnen in mijn beeld. Even mijn eigen beeld verversen. Nou, dan kunnen we ook even goed kijken of ik alles in beeld... Ja, dit is een goed beeld, denk ik. Mooi. Gecentreerd. Ik heb alle spulletjes er even bij gelegd. Leuk. Even kijken of ik hier ook de chat nu zie. Acht opmerkingen. Veeg naar links. Ja, ik zie ze. Dat moet ik hier denk ik ook even doen. Veeg naar links of naar rechts. Nou ja, ik heb er nog een extra schermpje bij. Het is altijd weer spannend of er iets doet. Maar gezellig, hallo allemaal. Jullie zien ook allemaal mensen die aansluiten. Dan zie je alle namen, dat is ook altijd gezellig. Wellicht ken je elkaar of woon je bij elkaar in de buurt. Ik neem aan dat jullie mij goed verstaan. Anders dan had iemand er wel wat van gezegd. Nou, dat is al een flink groepje. Ik dacht vanmiddag met het mooie weer, dat wordt niet wat. Maar het is veel eerder donker, dus niemand gaat nu nog meer in het donker in de tuin zitten. Of lekker nog even een stuk fietsen. Het is al pikken donker, om 8 uur. Nou, er zijn nog een paar mensen die het hebben gevonden. En anders dan leg ik vast uit wat we gaan doen en wat we gaan gebruiken. Het wordt gewoon heel ontspannen, dus... geen stress, het is gewoon leuk om nieuwe materialen uit te testen. En dat lijkt niet altijd direct tot het beste resultaat misschien, maar het gaat om de lol. En dat pakket van Be Creative zit juist daarom met leuke nieuwe materialen die we kunnen gaan uitproberen. Want ik kende deze materialen eigenlijk allemaal nog niet. En dat maakt het juist leuk om even wat nieuws te tekenen. Dus ik ben geïnspireerd door... het boek wat ik recent heb uitgebracht, recepten tekenen. En ja, daar hoort ook keukentools horen daar ook bij. Dus ik dacht, oh weet je wat, zo'n leuke fluitketel. Die gaan we tekenen op een soort stil leven. Leuk schilderijtje, dat gaan we maken. Dat leek me wel leuk. Kunnen we een beetje basic aan de slag met de Garandash Neo Colors. Die gaan we gebruiken. Dus dit kun je eigenlijk, ik zal het even uitstallen. Nou, dit gouache pad heb je nodig. Dat papier gaan we gebruiken. We gaan de Neo Colors gebruiken, een aantal kleuren. Als het goed is heb je ook een aantal potloden. Daarvan gaan we wat kleuren gebruiken. Misschien nog de zwarte fineliner als je nog een tekstje eronder wilt zetten. De wit van Uniposca, die gebruik ik voor wat witte accenten. Dus... bijvoorbeeld dit soort witte accentjes kun je dan makkelijk inkleuren. En we beginnen met een schetsje met een potlood en gum. Die zit ook in het pakket. En we gaan aan de slag met water in combinatie met de Neo Colors. En dan zit er een mooi penseeltje bij. Dus dit is allemaal wat we gaan gebruiken en nodig hebben. En dan is het inderdaad handig om dus ook een glas water erbij te hebben. En een doekje. Ik heb hier nog een rommeldoekje liggen of een keukenstukje keukenpapier. Kijk even waar je het penseeltje mee schoon kunt maken. Dus dat gaan we gebruiken. Dus we gaan lekker aan de slag. Voor degene, dit zit niet bij in het pakket. Maar mocht je denken, ik wil graag die randen. Ik heb het nu, dit voorbeeld, een beetje uit de hand getekend.
Maar wil jij mooie strakke randen, dan kun je bijvoorbeeld eerst die randen afplakken met tape. Dit vind ik zelf heel fijn. Tape, dat is schilderstape van de Gamma of de Karwei, mocht je een keer op zoek zijn. Dat beschadigt het papier niet en dan kun je dus zo afscheuren, net alsof je gaat schilderen. En dan kun je dus je tekenvlak afplakken. Mocht je dat willen, dan kan dat dus heel goed. En dan kun je na de hand het tape weghalen en dan krijg je mooie strakke lijnen. Voor degene die dat leuk vindt en bij de hand heeft. Esther van B Creative Shop zit volgens mij ook in de chat. Dus als jullie vragen hebben, dan kan zij ze ook beantwoorden. Want ik weet niet of ik alles ga zien en overal antwoord op ga geven. Vooraf nog even. Wat je maakt, ongeacht het resultaat, vinden we gewoon super leuk om te zien. Want dat inspireert. Misschien heb je net weer andere kleurtjes gebruikt. Dus zet je gerust je resultaat hier in de groep straks na de tijd. En gebruik dan de hashtag BeCreativeRoadmap. Dan kunnen we alles van elkaar zien. Maar ook maak je kans op leuke prijzen. Volgens mij wekelijks. Dus doe gewoon lekker mee. En dan inspireren we elkaar. Ik zal het straks ook nog even herhalen. Nou, we gaan aan de slag. Eerst met een schetsje. Dus dan hebben we potlood en gum nodig. En dan gaan we kleuren. Dus we moeten eerst even wat op papier zetten voordat we verder kunnen. Nou, ik heb al van allerlei leuke dingen geprobeerd in dit gouache pad. Zie je allemaal probeersels. Dat hoort erbij. En dat is ook leuk, hè? God, ja. Ik was eerst wat anders van plan namelijk. Dat mag je ook best weten. Ik wou een soort proeverij. Maar dat vond ik toch een beetje saai. Maar met een olijf en een tomaat en een garnaal. Voor degene die dat wil, die zet anders het scherm even op stop. Stop, pauze. En dan kun je alsnog meedoen. Hoe groot wordt het kader? Nou, ik heb hier geen liniaal liggen, moet ik zeggen. Nou ja, dit kwastbed is dus wat groter. Even kijken, dit is dus een A6 formaat. Dus het is iets kleiner dan A6 formaat wel, ja. Ik leg anders zo meteen mijn potlood erbij. Dan kun je het een beetje zien hoe breed het is. Dan weet je een beetje de verhouding. En misschien wordt die van jou wat kleiner of groter, is ook helemaal niet erg, hè? Maar ik zou dus niet te groot gaan, want dan het is mooi om een beetje een passepartout rond je tekening te houden. Dan lijkt het alsof het een echt mooi schilderijtje is, mocht je hem ergens neer willen zetten. Dus we gaan gewoon midden in het blad even een vlak maken. We gaan eerst even een ontwerpje maken. Nou, hoe ver zit ik hierboven? Drie vingers, misschien zoiets. Even een lijntje als hulplijntje. Hieronder. Vier of drie. Dan kun je daar nog een tekstje onder plaatsen. Gewoon even een lijntje plaatsen. Ik teken vrij dik met het potlood. Mijn advies aan jullie is veel dunner. Dan hoef je het ook niet te gummen. En dan zie je het straks niet, kun je gewoon de lijntjes laten staan op je resultaat. Maar anders gaan jullie het niet zien als ik heel dun ga schetsen. Dus ik ga het heel wat dikker. Dus, maar hou jij je potloodlijntjes lekker dun. Even kijken, als we dat van het randje laten, hoeft dat allemaal niet. Doen we hier ook drie vingers. Even kijken of dat een beetje uitkomt, kunnen we zo veranderen. En anders wordt hij iets breder dan het voorbeeld. Je hebt misschien smallere vingers, dan wordt het allemaal net weer wat anders. En dat is het leuke aan. Het mag allemaal verschillend zijn. Dus je hoeft echt geen liniaal te gebruiken. Je kunt trouwens ook het gummetje gebruiken hier. Het gummetje, een nieuw gummetje. Dat kan ook een maatje zijn, zie je dat? Het gummetje is dan rondom. Nou ja, maar dit is natuurlijk niet het papier wat ik hier heb gebruikt. Carla, je hebt het uitgeknipt. Nou ja, maakt ook niet uit. Zoiets. Daarom is die ook breder. Is ik helemaal niet erg, gaan we iets meer kleuren. Nou, en dan moeten we ergens niet halverwege, maar ja, net onder het midden zetten we dan de rand van het tafelkleed. Dus niet in het midden, maar net daaronder. Dus dan even een mooie verhouding opzoeken. En dan zet je nog een extra lijn erin. Voor de boven, voor het behangetje en hier voor het tafelkleed.
En houd het dun, hè. Lekker dun schetsen, dan hoef je straks ook niet veel te gummen. Nou, en dan is de basis van de theepot is een rechthoek. En die schetsen we gewoon in het midden. En die zit net zoveel boven de rand als onder de rand. Dus even een beetje uitvogelen waar die komt. En hoe breed die moet worden. Nou ja, ik schets hem in het midden. Dus hierboven zit ongeveer net zoveel als hieronder. Iedereen al het vulpotlood ontdekt dat je daar zo lekker mee kunt schudden. Dat je dan als je schudt, dan wordt het puntje vanzelf langer. Dus echt geniaal. Je kunt gewoon lekker doortekenen, één keer schudden en het puntje wordt weer langer. Dat is echt zo mooi. Zo'n leuk vulpotloodje. Echt mijn favoriet. Nou, dan hieronder gaan we hem iets afronden. Hier zo die hoekjes. En dan teken je daar even een extra lijntje bij in. Dat is dan de onderkant. En hier aan de bovenkant gaan we hem ook iets afronden. Dat mag iets groter zijn, die afronding. Dan hebben we daar de theepot al. Of theepot, fluitketel. Nou, en dan komt hier nog een deksel op. Dat wordt eerst een rechthoekje. En dan kunnen we daar vanzelf ook een beetje gaan afronden. Even zoeken naar de juiste verhoudingen. En dan komt daar een soort driehoekje op, maar een punt. Dus voor het greepje. Misschien zit ik weer iets te pieterenpeuter te tekenen, maar. Dan heb je al de pot staan. Even kijken of die nog scherp is. Ik ga even weer op het beeldscherm tikken. Soms wil die er even vanaf vliegen. En dan gaan we het hengsel maken. Proberen een beetje een cirkel. Dus hij gaat dan van deze hoek, hier naar die hoek. Zo gaan we proberen een ronde vorm te maken. Nou, al schetsend. Huppakee. Een beetje zoekende, dat het een beetje links en rechts hetzelfde is. Dus als je hier vanuit de hoek begint en hier, dan moet die wel een beetje symmetrisch worden. Nou, mag ook best een beetje scheef zijn. We zijn geen robot, hè. Dus, nou, dan tekenen we een lijntje er binnen langs voor de dikte van het hengsel. En dan komt hier nog een wat opdikking. Nee, opdikking, daar zit dan een soort iets omheen dat je dat vast kunt houden, ook al is het warm. Kijken. Dan wordt dan net iets dikker dan het hengsel. Zitten van die zoek riet of nee, wat is dat voor materiaal? Maakt het niet uit. Stof, iets zit er omheen, zodat je handen niet zeer doet als dat ding op het vuur staat. Hier mag die misschien iets ronder zo. Nou, kunnen we straks allemaal nog wel een beetje bijschetsen. Nou moeten we die tuiten nog opkrijgen. Dat is altijd wel een dingetje. Je moet ook niet te breed worden, dus we zetten even een hulplijn, dat die ook niet buiten je vlak komt. Dus zet maar gewoon alvast een lijntje, dat je tuit niet te groot moet worden. Of hier mag nog wel iets kleiner, dat die daar een beetje binnen blijft. Dan heb je in ieder geval even een houvast. En het tekeningetje is in balans, omdat, vind ik zelf, omdat hier die tuit zit en daar zit die schaduw. Daarom kun je wel mooi die dingen in het midden zetten, dus dan is het mooi wel in balans, het tekeningetje. Nou, die tuit begint hieronder met dus die ronding. Kijken hoe we dat mooier opkrijgen. En nou, die zit hier ergens. Dan krijgt hij daar
Dus dan krijgen we daar een golf. Dus hier waar we dat afgerond hebben, daar moet hij daar ergens gaan golven naar die bolling hieronder. Nou, dan tekenen we een schuinstreepje zo. En dan gaat hij weer terug naar de pot. En dan kun je vanzelf nog wat bijpoetsen. En wat je denkt, oh, hij moet wat dikker of wat een andere vorm. Of hij is bij mij iets te scheef. Ik vind hem wel goed. Moet hij iets zoiets, ja. Ja. Lukt dat een beetje? Het is wel een beetje moeilijk hè, met die tuit. Maar als je hieronder begint... En hij moet dus ongeveer, dit puntje moet bovenkant pot zijn ongeveer. Bij mijn voorbeeldje is die iets liefelijker, zie ik al wel. Wordt hier straks de schaduw gewoon weer wat groter. Nou, dan hebben we nog een patroontje. Die wil ik nog even met potlood erop zetten en dan gaan we kleuren. Eerst even gum en dan kleuren. De live kun je terugkijken, ja. Ik weet niet of Facebook alles heeft veranderd inmiddels, maar meestal kan ik de video opslaan op Facebook. En je kunt hem ook eventueel terugkijken op mijn YouTube kanaal. Dan gaan we dat patroontje tekenen. Dus we beginnen gewoon met een streep in het midden. Onder de pot. Gewoon een recht streepje. Nou, en dan ga je gewoon... niet te smalle streepjes maken, wat zal het zijn? Potlood breedte. Zoiets? Ja. Dat is denk ik wel goed. Dan heb je een beetje een houvast. Misschien moet niet te smal. En in ieder geval met het streepje dat hij niet net uitkomt hier zo aan de zijkant van die pot. Dat is niet mooi. Dus dit streepje moet niet precies uitkomen met die zijkant. Dat is een beetje jammer anders. Dus daar moet je even voor waken. Het moet een beetje afwisselend zijn. Dus even een beetje zoeken naar de juiste mooie maat. En dan werk je naar rechts. Hoppakee, even kijken naar hier. De passende... Bij mij 6 vakjes. En die ga ik ook proberen aan de linkerkant uit te zetten. Een beetje gelijk. Huppakee. Hier. Zoiets. En dan is die ene wat breder dan de andere. Dat is ook niet erg. Nou, daar hebben we al een schetsje staan. Ik had nog een gummetje. We gaan best wel veel kleuren, maar als je overbodige potloodlijntjes hebt, je hoeft hem niet helemaal natuurlijk weg te halen, want je moet even een beetje houvast hebben dan. Haal die maar weg, die heb je niet nodig. Dus de harde lijntjes, die mag je een beetje weghalen. Je gaat een beetje zo deppend op je tekening. Dan wordt hij iets zachter qua potlood. Bij mij in ieder geval. Want ik had hem natuurlijk vrij hard aangezet. Dat schrijf ik voor deze. Hier zit nou een mooi gummetje van Tombow bij. Maar ook een leuke tip. Volgens mij zit het ook gewoon in de shop bij Be Creative Shop. Een kneedgum is ook super handig. Dan kun je lekker over je tekening rollen. Dat werkt ook echt heel gaaf. Dan wordt hij direct wat lichter. Nou, ik ben benieuwd. Is dit een beetje gelukt? Dus die middellijn die kan hier bij die pot weg. Het lijkt nu nog niks, maar het wordt heel leuk met inkleuren. Dan gaan we laagje voor laagje mooi werken, zeg maar. En je kunt dan straks met potlood weer overheen en dan kun je alles een beetje accentueren. Heel leuk. Ik vond het heel leuk om op deze manier met deze materialen te werken.
Welke kleur potloden heb je straks nodig? Nou, er staan geen nummers op volgens mij. Oh, dan zou je even op de website moeten kijken welke kleuren er zijn toegevoegd. Die heb ik nu niet bij paraat. Dan zou je even op de website moeten kijken welke potloden er in deze set zitten. Want ik ga ze wel een beetje allemaal gebruiken volgens mij. Ja, eigenlijk wel. Onderkant. Oh. Dankjewel voor de tip. Nou, hier. Dit zijn ze. De kleurtjes die in de set zitten. Er zit ook nog een witte in, maar die gebruik ik zelf niet. Hoe gaat hij nou scherp stellen op de potloodjes? Hier, huppakee. Onderkant. Nou, zo zie je maar. Dat deze dame dus niet zoveel van deze Posca potloden heeft, maar deze zijn al super fijn. Nou, nog een keer inzoomen. Nou, even een screenshot maken en je hebt ze. Ja, dankjewel Marieke. Heeft ze al opgetypt. De lieverd. Hoppakee. Zo. Nou, is die onscherp. Even kijken of ik weer... Ja, hij is weer in beeld. Nou, dan dat setje. Daar gaan we ook wat kleurtjes uit gebruiken. Nou, dit is dus... even kijken. Nou, als iemand ook die nummers zoekt, dan kunnen we dat altijd nog wel... geven. Dat leg ik even aan deze kant. Leg ik dit ding weer even aan die kant. Een beetje bij hetzelfde kleurenpalet blijven. Want ik heb wel kleurtjes gezocht die overeenkomen met de potloden namelijk. Zodat je met de potlood nog weer extra leuk kunt mixen met je. Dus ik ga nu gewoon heel grof inkleuren met de zalm, de aoniezalm, apricot van de waxpastelletjes. En dan, dat hoeft helemaal niet super netjes, maar je geeft gewoon wat kleur af. Want straks als we dat met water gaan verdunnen, dan wordt het vanzelf mooi vullend, zeg maar. Dus ik ga dit kleurtje gebruiken. Om en om met dus die roze. Dus de andere kleur die ik ga gebruiken is dus de purple. En het hoeft echt niet helemaal tot in de hoekjes precies, want dit zijn best wel grove krijtjes. Dus die kun je ook lekker grof gaan gebruiken. Dus mocht je denken van, ik wil het wat strakker hebben, dan kun je dus nu met de tape hier omheen gaan werken. Als jij met de tape wilt gaan werken, dan is dat nu het moment om dat te gaan plakken. Voordat je gaat kleuren en helemaal straks voordat je met water gaat werken met het penseel. Nou, zie je dat? Gewoon een beetje grof ingekleurd. Ziet er nog helemaal niet spectaculair uit, maar dat zodra je ze met water, dan wordt het echt super gaaf. Nou, dat gaan we ook dus met deze purple doen. De kleurtjes zie ik al onderin staan. Bij de chat. Nou, die chat verdwijnt dan misschien als ik hem opsla bij YouTube. Maar dan hebben we in ieder geval de kleuren al als naam genoemd. Dit is toch gewoon kleuterschoolwerk. Heerlijk. Niet al te precies. Lekker snel klaar. Hoppakee. En die kleurtjes zijn straks zo fel. Dus dat vind ik zo gaaf. Als er dan met water overheen gaat. Dat het dan in één keer helemaal gaat leven, die kleurtjes. Zo. We gaan nog even door hoor. We gaan alles inkleuren, grof. En dan gaan we met water werken. Dus dat waren deze twee kleurtjes. Dan heb ik de paars. Dit noem ik paars. Het is sky blue. Die ga ik gebruiken voor de achtergrond. Even om mijn keteltje heen.
Nou, je kunt dit soort leuke tekeningetjes natuurlijk ook met een leuke vaas maken of een taart. Dat kan ook een hele eenvoudige taartvorm. En je zult zien dat je dan van die hele grappige stillevens krijgt. Dat er echt iets in de spotlight staat, zeg maar. Of toch met een vaasje met een paar bloemen. Nou. We gaan nog niks met accenten doen. Het is gewoon een beetje egaal inkleuren. Want we kunnen straks nog wel weer opnieuw eroverheen als we een schaduwtje willen aanbrengen. Of iets donkerder willen werken. Nou, hier de binnenkant niet vergeten. Zo hier rondom het deksel en het hengsel. Dit wordt dit, hè. Dat zul je zien straks. Dat is echt super gaaf. Nou, het blauw. Dit is gewoon, ja, blauw. Dat ga ik gebruiken voor de onderkant. Dus die krijgt een blauw hier. En het hengsel zelf. Nou, dan denk je van, hé, dat lijkt allemaal op elkaar, die kleurtjes. Maar zometeen als we het water toevoegen, dan is het in één keer een andere kleur. Die blauw wordt veel feller dan dat paars. Tadaa, dat was de blauw. Oh ja, nee, ik ben nog niet klaar met de blauw. Dit. We moeten hier bovenop nog de knop. Dat hengsel maak ik nog even dezelfde kleur als een tafelkleed, die abrikoos. Abrikoos is er dan, hè? Zalm, dat was echt wel, die heb ik speciaal gevraagd voor dit setje. Vond ik zo'n mooi kleurtje, dus moet ik hem ook wel gebruiken, hè? Nee, maar ik vind dat gewoon een heel fijn kleurtje. Kun je altijd van alles mee doen. De blauwe was de 260. Goh. Ik ga even, terwijl jullie aan het kleuren zijn, ga ik eens even kijken waar ik die nummers zie. Oh, die staan hier. Die staan hier nog weer achter. Oké. Okay. Nou, laatste is dus de groen. Veronese Green. Veronese Green. Dus dat is 201. Nou, dan kunnen we dat ook inkleuren. En dan hebben we lekker heel veel kleurtjes al gebruikt uit de set. Superleuk. Ik kleur het wel per onderdeel in, maar je ziet er eigenlijk nog niks van. Want dat gaan we straks allemaal lekker accentueren met potlood als tweede laag. Of met deze pastels er nog weer overheen. Dan krijg je ook heel gaaf effect. En met potloden erbij inderdaad. En met wit, om die witte accentjes. Dus dat hoeven we niet per se uit je tekening te halen. Als je nu dit ziet en je zegt iemand dat dit moet worden. Nee, hè. Dat is, het lijkt wel zo'n, je had vroeger ook van die, vroeger misschien nu nog wel, van die kleurboeken. En dan, als je dan in één keer met een kast overheen ging, dan zag je in één keer zo'n kleur tevoorschijn aankomen. Nou, dit is ook dit. Het is een beetje vaag nu. En dan hebben we zometeen een kleurexplosie. Omdat je daar het water over gaat brengen. Lukt dit allemaal een beetje? De eerste laag. En ook al is die pot wat scheef en zo, dat kunnen we straks allemaal nog wel herstellen, hoor. Dus niet het
Het is nog niet het fraaiste tekeningetje, maar het wordt allemaal heel leuk. Even kijken. Hoe stiller het is in de chat, hoe drukker iedereen is natuurlijk. En dan gaan we gewoon lekker verder zo meteen. Als je misschien nog vragen hebt tussendoor. En dit soort keukentools vind ik zo leuk om te tekenen. En er komt ook een leuke online cursus bij mij nog bij het boek. Ik heb dus het boek uitgebracht. Het recepten tekenen boek met ook allemaal leuke tutorials. Kun je ook lekker mee aan de slag. Kun je ook dit soort leuke... Dit is ook een leuke voor een, hoe dat, een stil leven. En daar komt dus ook nog ook zoiets wat je lekker kunt tekenen. Zo'n leuk fornuisje of zo. Allemaal gezellige dingen wat bij je recepten tekenen hoort, kunnen we dan gaan tekenen. Nou, er wordt nog wat materialenvragen gesteld. Gaat goed, hoor, zie ik. Nou, dan komt een leuk spannend moment. Nee hoor. Dan gaan we het water erbij pakken. Een doekje wellicht. De potloden leggen we nog even aan de kant. Die had ik er neergelegd voor die kleuren. Voor straks. Dat hebben we straks nodig. Ah, leuk. Het boek wil ik ook nog aanschaffen. Ja, op de Creadoe wordt het ook heel gezellig. Dus kom zeker langs. Ik ben ook bij Esther. De Be Creative Shop. Masterclasses. Kun je nog voor enkele inschrijven. En er komt ook nog een leuke boekparty elke middag. Dus het wordt ja, alleen maar leuk. We gaan om en om nu de kleurtjes van de tafelkleed. Die gaan we dus eerst even de lichtroze en dan de donkerroze. Anders niet tegelijk, want dan krijg je wat ik hier heb. Kan ik direct even het resultaat laten zien wat ik niet wil. Dat is dus dat het dan... tegelijk doet, dan gaat het in elkaar overvloeien. En ik vind het wel mooi dat het een beetje echte strepen worden. Dus dat is mijn fout. Dat gaan wij niet doen. Daar hebben we van geleerd. Dus wij gaan alleen het zalm even. Zo met water eroverheen. En dan krijg je hele mooie kleuren in één keer. Want dan lost het op. En het wordt in één keer veel feller en veel fraaier. Zie je, het komt in één keer tot leven. En dan kun je met het puntje van je penseel, kun je ook nog wat je net niet hebt, wat net niet lukte met dat botte puntje van je pastel, kun je nu met het penseel heel mooi in de hoekjes kleuren. Maar het hoeft niet super precies, je trekt gewoon die streepjes even na. En dan zien we niks meer van dat grovige kleur, dan is het heel strak. En het wordt nog strakker dus als je die tape hier hebt gebruikt. Ze werken per kleurtje, want dan gaat het niet te veel in elkaar overvloeien. Ik hou wel van kleurvlakken. Heel iets hoeft er maar aan het puntje van je penseel. En dan heb je al genoeg om het op te lossen. En dan krijg je een mooi aquarelkleurtje. Kijk, zappakee. Leuk hè, al die materiaaltjes door elkaar gebruiken. En met die krijtjes, en met water, en met potlood straks. Nou, wat is wijs, dit is nog nat. Hier valt het nog mee, dus we kunnen nu de achtergrond doen. Nou, daar heb je misschien iets meer water voor nodig. Gewoon even kijken wat werkt. En dan ga je zo cirkeltjes en elke keer iets water pakken en weer verdunnen. En dan krijg je vanzelf een waterige achtergrond. En je mag best nog wel wat van dat structuurtje van die krijtjes zien, vind ik hoor. Dus dat...
En de ene keer is het wat donkerder dan de andere keer. Dus zal het niet helemaal één egale achtergrond worden. Ja, dat hoeft dus ook niet. Pas op bij dat blauw, dat het niet helemaal al oplost. Dus daar werk je even een beetje omheen. Anders laat je even iets wit eromheen zitten als je bang bent dat je dat raakt. We krijgen ook een mooi achtergrondje. Ik moest ook even wennen aan het materiaal. Ik kende het ook niet, maar het heeft wel zijn charme. Ik vind dit een leuke manier. Het is wat grover, wat meer door elkaar werken. Dan normaal ben ik wel van de zwarte lijntjes en een beetje inkleuren met aquarel. Maar dit daagt mij ook uit om een keer iets anders te doen en nieuwe dingen te ontdekken. En daar is dit ook echt super leuk voor, die Creative Roadmap. Dat je een materiaal eens leert kennen wat je eigenlijk anders niet zo snel gepakt zou hebben bijvoorbeeld. En Anna gaat ook nog met deze aan de slag, dus dan heb je even helemaal wat anders. Maar daardoor heb je wel even twee techniekjes die je kunt toepassen voor dit materiaal. En je kunt het ook gewoon gebruiken als aquarel. Je kunt het afgeven op je papier en dan kun je het gebruiken als verf, aquarel, ja, een soort waterverfje. Dat kan ook heel goed. Moet ik het even voordoen wat ik bedoel, dus dan kun je... Dit moet toch even drogen. Dus als je even flink wat afgeeft van zo'n krijtje en daar dus op het papier water aan toevoegt, dan heb je een soort palet en dan kun je met dit weer gaan kleuren of mengen zelfs. Je kunt ook twee kleurtjes mengen. Bijvoorbeeld die rood die je erin hebt zitten met geel. Dan meng je die, oh, niet te veel groen erdoor. Meng je die op je palet, gewoon een wat dikker papier. En dan heb je dus een oranje kleurtje die je kunt gebruiken in je werk. Zie je dat? Dus je kunt het ook nog weer, nu gaan we dat niet doen, maar je kunt het heel leuk op allerlei maniertjes gebruiken. Dus gewoon een beetje experimenteren. Het loopt allemaal wel een beetje uit soms, maar dat is ook niet erg, hè? Ik ga nu beginnen met de roze. Nou, die gaat heel veel worden. Dus echt, het is echt zo tof naar mij. Het is zo grappig hoe dit werkt. Zie je dat? Die komt in één keer helemaal tot leven. Want eerst heb je nog dat krijtje met dat wit van het papier. En in één keer vult het zich helemaal op. En heb je in één keer een heel mooi fel kleurtje. Bijna neon. Nou, hier een beetje omheen werken. Ja, grappig, hè? Je ziet nog wel het structuurtje een beetje onder hoek hier. Het geeft wel wat handgemaakt, zeg maar. Dit is dus fase water en dan gaan we straks ook nog met potlood weer aan de slag. Maar het moet natuurlijk ook wel even weer drogen. Liggen we nog op schema qua tijd? Wat ik ook bedenk, het loopt altijd uit. Het is zo moeilijk, hè. Zelf ben je dan iets aan het maken en je denkt, nou, het is zo gepiept. Maar ik weet ook niet precies hoe snel jullie werken. Soms zou je wel even een aantal cameraatjes bij jullie thuis willen hebben, zodat ik zie hoe het eraan toe gaat. En de een werkt natuurlijk ook sneller dan de ander. Voor de een is het helemaal nieuw. En de ander die heeft al vaker hiermee gewerkt. Of heeft al vaker een tutorial gevolgd. Dat is natuurlijk ook weer helemaal verschillend. Nou, nog best strak geworden. Dan ga ik het blauw doen.
Ook niet te veel water, want die is ook heel fel, zie je dat? Het lijkt allemaal hetzelfde als de paars. En dan tip je hem aan en in één keer krijg je daar een super mooi blauw. Veel feller dan die paars. En als je zo die achtergrond inkleurt, dan denk je dat het twee dezelfde kleurtjes zijn. Nou, ik volg even een beetje de potloodlijntjes die ik nog zag. En als er een keer een blob aan zit, is het ook niet erg. Er zit een mooi scherp puntje aan dat penseeltje, dus je kunt wel lekker precies even nu alles inkleuren. Relaxed, hè, om te doen. Is wel heel leuk. Het soort kleurplaatje wat je nu, die je zelf hebt gemaakt, die je nu mag tevoorschijn mag toveren. Kun je een beetje de vorm volgen. Nou, zo. Hier nog heel iets aanstippen zonder dat blauw aan te raken. Dan heeft hij ook even een waterkleurtje. Nou, dan hebben we nog één kleurtje, het groen. Wordt allemaal weer leuk om dingen ontdekt met materialen die je denkt van, hé, wat kan er allemaal mee? Toch kleur ik het wel per onderdeel in. Dan heb ik het gevoel dat ik nog het lijntje weer zie straks als ik met het potlood eromheen wil. Misschien een beetje stom, maar we gaan het zien. Hier ga ik even weer wat sneller. Hoppakee. Hoppakee, wat water erbij op en dan gaan. Dan zie je toch nog weer wat van dat structuurtje. De deksel. Nou, dat is laag 1. En nu is het even kijken of het een beetje op is gedroogd. Of het langzaam opdroogt, inderdaad. Ligt er ook een beetje aan op welk papier je werkt, hè? Misschien hebben we het penseeltje of het water nog nodig, maar ik leg het even aan de kant. Dus bij mij is het paars al wel een beetje droog. En ook de onderkant is al een beetje droog. Dus dan kan ik al wel vast met wat ik het laatst heb gedaan, het blauw en het groen. Dat laat ik nog even met rust. Als ik daar nu direct overheen ga, dan krijg je misschien niet het effect wat je wil hebben. Dus ik match even de kleurtjes die ik gebruik met de achtergrond. Dus ik heb van die Posca pencils nummer 34, dus een paars. Dan kan ik bijvoorbeeld hiermee even langs de rand. Dat heb ik ook bij mijn voorbeeldje gedaan. Toch even strak maken. Als je het niet met tape hebt gedaan. Gewoon even een randje eroverheen. En dan verdwijnt ook langzaam eigenlijk je potloodtekening. Want die hebben we niet helemaal weggehaald. Maar dat hoeft ook niet. En dan gaan we dus een patroontje tekenen met strepen. Je begint gewoon ergens en dat is een beetje dezelfde afstand dus als van dit, zeg maar. Nou, een schuine lijn. Moet ergens beginnen. Dus een ruitjespatroon wil ik hebben. Dus je tekent gewoon, je moet wel een paar keer heen en weer gaan. Komt misschien ook omdat het, nou het is niet meer helemaal nat. En dan ga ik dus een patroontje tekenen op de achtergrond achter de ketel. Het is gewoon heel subtiel, want de kleur komt bijna overeen met de achtergrondkleur, maar je ziet nog net even de lijntjes.
Ik probeer dus die lijntjes op dezelfde afstand te zetten van elkaar. Nee, dat wil niet, hè, een foto sturen. Ja, dat wil volgens mij wel als je dat naar mij stuurt in de chat. Maar die chat kan ik natuurlijk nou niet openen. Dus dan kan ik ook die foto niet zien. Dus dat is... Ik heb gewoon een heel team nodig eigenlijk naast mij, die dat dan allemaal naar mij laat zien. Maar die heb ik niet. Vind ik ook niet erg waar. Zit je hier met een aantal personen daarnaast? Nee. Nou, richting 1. Nou, dan ga je hier de andere kant ook. Die richting op. Even een beetje zoeken. Gaat dat goed? Een beetje dezelfde schuinte. En anders wordt het een heel uniek patroontje. Als je maar eerst één lijntje hebt staan. Zie je dat een beetje wel? Zien jullie wel, hè? Op het scherm. Jawel. En dan kan het groen en het blauw mooi opdrogen. Dan kunnen wij mooi nog even met die potloden aan de slag. En als je van een liniaal bent, dan pak je de liniaal erbij. Maar ik ga het niet helemaal uitmeten. Ik vind het wel prima. Wordt het nog beter als je er iets overheen veegt? Nee, dat... Beter. Even wat testen hoor. Ik weet ook nooit hoe dingen werken. Iets afzwakt. Nee. Even kijken, volgens mij heb ik dit kleurtje gebruikt. Oh, dat is dus nummer 66 van de potloden. Ja, dat was wel heel leuk geweest dat ik even kon zien hoe ver jullie waren. Nou, dan ga ik hier ook nog heel even, heel licht, want deze kleur is net iets donkerder. Maar dat geeft wel... Een leuk effect om dat heel even langs de randen nog aan te zetten. Zo even net iets meer dat streepje. Ietsjes strakker maken door even het potloodlijntje eroverheen te zetten. Zo. En dan kunnen we dit lijntje mag ook al nog even benadrukt worden. Dan is het wat meer ingekaderd. Nou, volgens mij, bij mij is alles droog. Zo goed als droog. Misschien voelt het papier nog een beetje nattig aan. Maar dan gaan we ook met het groen eens even de contouren na van de fluitketel. Dus heel voorzichtig. Even nalopen. Dat die net wat scherper wordt, het tekeningetje dan. Dus dan krijgt die kleur groen. Die matcht heel goed met die kleur groen dus van die karandash. Die kleurtjes heb ik allemaal een beetje bij elkaar uitgezocht. Zie je dat? Zo, dit. Dat is dit. Deze had ik, hè. Dat matcht allemaal leuk met elkaar. Je kunt allemaal leuk combineren. En dan versterk je net even het tekeningetje. Dus we gaan nu alleen nog maar even de contouren iets aanzetten. Dan zie je in ieder geval het verschil tussen de tuit en de pot en het deksel. Zo, dat is de eerste laag. En dan kunnen we met het potlood bijvoorbeeld de onderkant van de tuit
dat we die even wat gaan inkleuren. Ja, ik doe dat een beetje grof. Zien jullie dat? Ja, dat zien jullie wel, dat schaduwtje. Omdat die kleur groen dus net wat donkerder is, kun je daar even een schaduwtje aanbrengen aan de onderkant. Dan krijgt die wat meer diepte. Via de bovenkant nog weer. Dus je gaat het potlood wat harder op het papier zetten en dan wordt die wat donkerder. En dat gaan we ook doen, zo hier aan de rechterkant van het deksel. Dus een beetje dun of niet zo hard drukken en dan kleur je tot de helft in. En dan ga je hier aan het einde wat harder drukken en dan wordt hij wat donkerder. En dat doen we ook even bij de pot zelf. Dus eerst een beetje een grof laagje, eerst een extra laagje eroverheen. En dan ga je steeds wat meer en harder drukken aan de rechterkant. En dan krijg je daar dus een schaduwrand. Dus je bent een beetje aan het afwisselen met de druk die je uitvoert op je potlood. Dus in het midden niet te veel drukken. En het rechts ga je gewoon wat vaker eroverheen en mag je wat harder drukken. Dus dat doet dat in laagjes. En dan krijg je als het ware een donkere kleurtje aan de rechterkant van de pot. Dan krijgt hij wat meer diepte, de pot. Dat doen we niet aan de linkerkant, die blijft dan wat lichter. Nou, daar kun je ellenlang mee doorgaan, want je kunt echt laagje over laagje doen. Nou, dat doen we ook hier aan de onderkant met het blauwe potlood. Dus gaan we eerst even de contour. Dus dit is nummer 33. Die groen had ik niet genoemd, dat was nummer 31. Eerst even een beetje de contour van die onderkant. We moeten wel even een beetje volgen met het potlood. En dan kleur ik hem wat verder in en dan wordt hij aan de rechterkant wordt hij wat donkerder. Dus dat deel is wat donkerder dan links. En zo gaan we een beetje kijken wat we allemaal nog kunnen aanstippen. Dus dat dek, hoe dat nou, net komt er ook al niet op komen waar je mee vasthoudt. Bovenop, die gaat aan de rechterkant, mag die ook wat donkerder. Dan mag je deze ronding, die krijg je ook even een contourtje meegeven van dat potlood. En dan net zo lang heen en weer gaan totdat je ziet dat die donkerder wordt dan de kleur zelf van het inkleuren. Dat geeft een mooi effect. Als het goed is, kan het papier het hebben. En door dat omranden en dat inkleuren wordt je vanzelf je tekeningetje wat strakker. Kijk aan, dan willen we hier nog bij dat hengsel, dat doen we dus met die eerste kleur die ik ook had gebruikt, die 66, gaan we even wat overeen tekenen. Dus dat is niet helemaal dezelfde kleur, maar dan gaan we wel dat handvat mee tekenen. Dus even de contour en dan een paar lijntjes erin. Volgens mij kan dit ook heel goed op aquarelpapier, dat wordt nog gevraagd. De schaduw van de pot op de tafel, die doe ik straks nog. Daar gebruik ik de nummer 14 voor. Die donkere kleur rood. Dus er zijn twee verschillende kleuren rood. En er komt ook nog wit. We hebben nog niet alles gebruikt.
En we kunnen ook nog weer opnieuw met de krijtjes eroverheen. Ja, het kan wel zijn dat het op een gegeven moment verzadigd is. Dan hou je ermee op. Dat krijg je dan aan de rechterkant. Maar het kan ook zijn dat als het te veel één kleur is geworden, dat je in het begin, zeg maar, met de neocolors misschien iets te veel hebt gekleurd. Want het moet wel, het hoeft er niet, zeg maar, helemaal strak ingekleurd te worden. Want dan heb je al te veel pigment en dan krijg je niet zoveel verschil in de kleurtjes. Nou. We kunnen dus nog de schaduw tekenen aan de rechterkant van de pot. En die wil ik dus net zo breed hebben als die tuit. Dus die komt er echt wel tot hier, zeg maar. Die kun je misschien eerst even met potlood opzetten. Dan gaat die helemaal hier achterlangs. Een soort ovaalvorm. En hij mag wel even hier onderlangs vandaan komen. Dus als ware tegen je een ovaal. Achter je pot, maar je ziet hem bij je pot teken je hem niet. Dus het is een ovaal. Als je hem af zou tekenen. Maar dat doen we niet. Hij komt achter de pot weg. En gaat ervoor langs. En dan gaat hij niet door hier. Dan heb je in ieder geval een hulplijntje. En die ga ik gewoon inkleuren met dus die nummer 14. Eerst één laagje, gewoon heel rustig inkleuren. Je kunt gewoon laagje voor laagje, dan weet je ook direct of je goed zit met de kleur. En dan kun je steeds harder gaan drukken, ook als je de vorm even goed hebt staan. En dan mag je hem vol inkleuren. En nu zien we mij natuurlijk dat potloodlijntje vrij duidelijk, omdat ik dat wou laten zien. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo dik te zijn. Hè? Zo. Schaduwtje. Vrij lang is die geworden. En als je wilt, kun je dus ook nog weer met die krijtjes, ik weet niet hoe verzadigd het is geworden, ook nog weer hier overheen. En dan wordt die dus nog wakseriger, zeg maar. Als je dat aan die rechterkant, dan wordt die helemaal groen, zonder witte puntjes of iets. Dan is die echt helemaal verzadigd, als je dat wilt. Kan ook met dat, oh, dit is een andere kleur. Kun je nog een keer kijken van, hé, kan ik nog een keer meer met die kleur aan de rechterkant wat donkerder maken. Dan kijk even of je dat fraai vindt of niet. Of dat past. En dan ga je dus echt wel hard drukken op die pastelkrijtjes. Die neocolors. En dat kan dan ook hier. Met dezelfde kleur als de achtergrond. Waar je de achtergrond hier licht mee hebt ingekleurd. Kun je dan ook nog een soort schaduwtje hier aan de onderkant maken. Dat je de onderkant van de overgang, zeg maar, dat daar wat donker is. Kan ook met het potlood, maar dat kan ook dus met die. Want dan heb je al een ondergrond van die aquarelkleur en dan kun je er nog een keer met je een waxkrijtje overheen. Dan ga ik er niet weer met water overheen, maar dan heb je wat verschil in diepte. Misschien kun je nog een beetje vegen. Nee, dat wil niet. Het voelt alsof je dat kunt vegen. Maar ja. Nou, het is allemaal een beetje in laagjes dingen testen. En dan kunnen we nog met de witte stift, de witte marker van Uni Posca, even misschien activeren. Je moet hem even schudden als je hem voor het eerst gebruikt. En dan moet je hem even activeren dat hij wit wordt.
Dat je een paar keer zo op je papier drukt of op een kladje even en dan vult de punt zich volgens mij, mocht je een nieuwe pen hiervan hebben. En dat is echt een dekkende wit. Dus daar kan ik dan bijvoorbeeld hier op dat dekseltje een glansje aanbrengen, zo hier aan deze kant. En hier een glansvlakje. En misschien moet je het in twee laagjes aanbrengen, omdat hij misschien op een gegeven moment, hoe groter het vlak, hoe meer die misschien gaat mengen. Maar dan moet je even wachten. Maar dat geeft wel een leuk effect met dat glansje aan de linkerkant en dat donkere aan de rechterkant. Dan versterkt dat elkaar nog meer. Nou, dan kun je hier bijvoorbeeld zo aan de bovenkant van het hengsel nog iets aanbrengen. Of hier aan de bovenkant. Ja, ik weet niet precies. Dat is een beetje gokken hoor van mij. Waar een glansje zit op hier. Nog aan de onderkant. De hele pot is gewoon één glanzende metalen pot. En ik had ook nog in de achtergrond nog bijvoorbeeld een tekeningetje, zo halverwege een kruisje heb ik gemaakt in die tegeltjes. Dan heb je met het wit nog een extra dingetje in je patroontje achter je fluitketel. Je kunt eventueel ook nog met wit een patroontje op je fluitketel maken of in het tafelkleed. Kan natuurlijk ook bloemetjes of iets anders. Gewoon dingen een beetje testen, hè? Dus kun je bijvoorbeeld wat bloemetjes hier zo. Kan ook met wit overheen. Bloemetjes, het zijn friemeltjes, maar dat zou kunnen. Dus dan kun je allemaal, het is echt een laagje, laagje, laagje. En dan kun je helemaal leuk je tekening steeds verder opwerken. En dan, nou ja. Eindeloos mee doorgaan. Mini, mini detailtjes. Of streepjes. Nog met deze. Dat dit streepjes worden kan ook op het tafelkleed. Ja. Zo'n beetje hoe druk wil je het maken? Dan kun je het combineren met het potlood en de nail colors. Lekker experimenteren en kijken wat het resultaat wordt. Dus niet te veel nail color in het begin gebruiken, want dan wordt het al te verzadigd, want dan kun je moeilijker in laagjes werken. En je kunt altijd nog met je potlood, denk je van, hé, het is toch helemaal één kleur geworden. Kun je ook nog met je potlood heel even een beetje zoemelen en wat donkere lijntjes even bijvoorbeeld langs de randen zetten. Om net even het onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld die groen. Als het allemaal te veel in elkaar overloopt, kun je met je potlood alsnog even een paar randjes zetten. Zodat het wat duidelijker zich onderscheidt. Dat hoeft niet met een zwarte stift, maar dan kan het net even langs de randjes net wat strakker worden met zo'n potloodje langs de rand heen. Daar zie je niet zo heel veel van, maar het wordt net wat strakker. Hier, als je dat zo hier wilt, kun je het potlood ook gewoon nog een keer weer voor gebruiken. Dus niet voor het schetsen, maar echt voor het afronden. Zie je dat? Dan wordt dat deksel wordt dan net wat duidelijker in je tekening.
Nou, leuk. Je kunt er eventueel dus met zwart nog een leuk tekstje bij zetten. You are delicious, had ik erbij. Maar ik zag ook dat er in het pakket een heel gaaf stickervel zit. Stickers, heel veel stickers in je stickervel. Van Marlene, die ook een leuke live gaat geven. En ik weet alleen niet of dat precies is. Het is iets grijziger dan het papier. Maar hoe leuk is dat? Dat je gewoon zo'n believe in your magic. Wat een leuke quotes allemaal. Even kijken. Ja, hoe leuk is dat? Om gewoon zo'n stickertje. Love. Your art is a line around your thoughts. Oeh, dat is een leuke. Nou ja, ik doe nooit wat met stickers. Dit vind ik heel leuk. Die plak ik er gewoon onder. Een beetje in het midden. Hebben we een beetje Carla keer Marlene. Leuk toch? Hoef je niet eens zelf te schrijven. Nou, je kunt dat wel doen met die. Adding fineliner kan ook. Die is niet watervast. Die gebruikt Karin ook nog voor met de alcoholmarkers. Dus je kunt hem ook naschrijven of een andere quote gebruiken. Maar ja, hoe leuk is dat? Ik hoop dat jullie het gezellig vonden en ook ja, lekker hebben kunnen kennismaken met al die leuke materialen die bij het pakket horen van de roadmap van 2023. Dat was mijn bijdrage eigenlijk. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie hebben gemaakt. Misschien wel wat anders gemaakt dan een fluitketel. En welke kleurtjes je hebt gebruikt. En nogmaals, post hem in de groep en gebruik dan de hashtag BeCreativeRoadmap gewoon aan elkaar. Dan kunnen we alles ook vinden en dan maak je ook nog kans op hele leuke prijzen. Dat was het. Ik zie hier nog het pakket vandaag besteld. Ja, je kunt het terugkijken. Ik ga hem dus opslaan. Dus mocht je hem nog weer in een rustiger tempo willen terugkijken met een pauzeknop, dan kan dat dus hier in de groep of op mijn YouTube-kanaal. En dank jullie wel dat jullie er allemaal waren en geduldig mee hebben gedaan. En heel veel plezier bij de volgende lives, tutorials van Anne, Marlene en Karin. Dus veel creatief plezier. Fijne avond en tot een volgende keer. Doei doei!